Beste vrienden en bandrecorder fans, ik ben Chris en ik had eigenlijk een probleempje met deze recorder hier. En ik heb het hier over een Sony toestel. Nog even spieken hoor. Wat hebben we hier, de TC640, zie je dat? Eigenlijk wel een heel mooi toestel en zeker de moeite om dat te herstellen. Dat was eigenlijk een wrak en vol met stof. Het was niet te geloven, maar het ziet er al heel wat beter uit. Maar goed, ik had een probleem met de motor. En die motor draait volgens mij te traag als ik dus speel. Je hoort niet alleen ook het andere kanaal, maar het gaat hem nu in eerste instantie over de snelheid. Dat speelt vals, voilà. Dat wetende dacht ik, ga ik proberen die motorsnelheid hier te bepalen op basis van hetgeen dat moest zijn. Het is te zeggen 19 cm per seconde. Dus zo lang op 1 seconde. En daarvoor heb ik hier, ik had hier al vele jaren terug eigenlijk iets gemaakt om alle andere motoren aan te sturen en te meten qua de toertal en dergelijke en amperage en noem maar op. Maar goed, dus met deze gaan we een test doen. En je ziet die bovenste teller daar, die staat te tellen, deze hier. En die staat hier op te tellen omdat er in de sensor staat. Dat is geen camera, maar dat is een infraroodcent ontvanger. En ik heb daar een magneetje aan gehangen die zorgt voor die reflectie. Dat hoeft geen magneet te zijn hoor, maar die magneet is ook de bedoeling omdat je ook een magneetsensor hebt. Dus deze hier gaat dus die blauwe meter die je onderaan ziet, dus deze meter hier, rekent eigenlijk meteen de toeren per minuut uit. Waarom beide? Dat is eigenlijk gewoon om te verifiëren. En als ik hier nu kijk met die hier, ga je daar op de onderste meter zien, dus 1329. We gaan dat een keer noteren. En ik kan een bladje papier nemen. Dus in onbelaste toestand 1329. In onbelaste toestand meet men dus met die onderste meter, dus met een magneetmeter. Alleen als je met een magneet voorkomt, heeft dat telkens een puls. Die andere gaan we dat doen met een timer, omdat dat iedere puls blijft maar continu optellen. Dus we kunnen niet anders of met een timer gaan werken. Dus dat is de bedoeling dat we dus beiden eigenlijk gaan resetten, zowel die daar als die gsm dat ik hier gebruik om de timing te meten. Dus start. En het is de bedoeling dat ik dat 1 minuutje laat lopen hier, om te zien of dat een beetje correspondeert met wat ik hier opgeschreven heb. Dus daar gaan we een klein beetje geduld moeten hebben. En ik ben echt benieuwd, want wat hebben we tekort natuurlijk? Wat markeert dan het toestel? Zit er dan een sensor in, ja of nee? Ik vind er geen, dus ja, hoe wordt die snelheid dan bepaald? Dus ik heb bepaalde vragen en misschien ook bepaalde suggesties straks. Maar we gaan hier eerst even verder kijken. We zitten nu overwegen. Dus die sensor, in feite is dat hier een infraroodstraal die naar daar gaat en terug. Ik ga dus na het verloop van 1 minuut daar mijn hand tussen beide plaatsen. En zodoende dat hij daar stil staat. Hè. Dus we hebben hier nu bijna 1 minuut. Top. Dus we hebben daar een cijfer van 1330. Die bovenste. Dan bovenaan links 1330. Kijken. Wat dan nu daar straks? Het varieert niet veel, hè? Dus 1329, 1330. Dus ik ga ervan uit dat hetzelfde is. Hè? Dus we kunnen hier 100% betrouwen op die instrumenten die hier perfect opgesteld staan. Dan moet ik deze hier stopzetten. Nu is het zo dat ik graag een keer ga weten, op basis van die snelheid, en hoe snel dat uw kapstanas draait. En ik heb hier een bordje gemaakt hier. Ik ga je dat even tonen. Met een berekening. Het zal misschien wat technisch zijn voor sommige mensen, maar goed, het is toch wel interessant om dat een keer op te volgen. Dus die hebben we nu weten, want straks had ik eerlijk gezegd iets minder toerental. Kijk, ik heb hier nu 1330, want ik had hier al een meting gedaan een uur geleden ongeveer. 1250, ik vermoed, dat was hier koud. Ik zit hier in een tuinhuis en het was hier fris, dus die recorder was koud en nu is die relatief warm. Ik denk dat dat de reden is dat hij natuurlijk waarschijnlijk iets hoger of iets sneller gaat gaan draaien.
Omwille van die oliën en noem maar op. Hè. Ook de rubbers die natuurlijk soepeler worden. Maar goed, allee, we gaan u voorlopig daaraan houden. Hoe bereken je zoiets? Hetgeen die belangrijk is natuurlijk, is om die aantal centimeter te kunnen berekenen in functie, in verhouding tot die RPM hier, tot dat toerental, heb je in feite, je weet dat er hier dus rechtstreeks op de as van de motor, heb je hier nog een poly zitten daar. Je hebt daar een poly, deze. Je hebt uiteraard ook uw vliegwiel die daar van onderin zit. Dus beiden zijn zeer belangrijk. Die verhouding gaan we weten tussen die beiden. Dus daar ben ik mee begonnen natuurlijk. Of ben ik mee begonnen. En dus met dus een poly van, als u dat kunt volgen, van 3,6 centimeter met een vliegwiel van 9 centimeter. Met mij eigenlijk een verschil of een verhouding, als ze die 9 deelt door 3,6 hebben, een verhouding van 2,5. Dus eigenlijk moet men dan uw toerental gaan delen door 2,5. Door het feit dat hij eigenlijk nog een groot wiel had. Dus die toerental, ik heb hier me nu gebaseerd op dat toerental in de belaste situatie. Ik heb er net, moet wel zeggen, die eerste meting was hier onbelast. He. Hier van boven was het ook onbelast, 1250 en onder belasting. Ik bedoel daarmee, als hij dus op play staat, als hij dus staat te spelen, was het 1287. En nu hebben we 1330, omdat hij warmer is. Oké, laten we ze nu hierbij houden. Ik heb het nu zo opgesteld. Of een beetje relativeren alleen, naar 1300 bijvoorbeeld, dat kunt ook. He. Maar goed, 1287 deelt de 2,5 van verhouding hier. En dus eigenlijk 514,8 toeren per minuut. Als je dat deelt door dat hier, nee, op de as. Dat wil zeggen, dus op je kapstan as, draait hij dus 514 keer per minuut. Goed, dan de diameter van die as. Dan moet je natuurlijk nog weten, ja, hoe groot is die as, wat is de totale oppervlakte eigenlijk in de rond. De 6 mm x 3,14 uiteraard is 19 mm. We praten hier eigenlijk over centimeters, dus eigenlijk is 1,9 centimeter. En als dat vermenigvuldigen met dat toerental op die as daar, dan weet men dat we hier eigenlijk per minuut dan, hier, ik heb het hier dubbel onderlijnd, RPM, 978,12 toeren hebben per minuut op die as. En nu is de vraag natuurlijk van hoeveel verplaatsingen van band hebben we dus als we dat doen. Natuurlijk, in dat geval moet je dat dus delen door de 60 minuten. En dan heb je 16,3 centimeter. Dus dat is in feite die aflegde afstand gedurende 1 seconde. Want we praten daar eigenlijk over minuten, dus door het feit dat we over seconden praten, 19 centimeter per seconde moet het zijn. Hey, dus is dat de reden dat ik dat hier deel door 60. Hey, dus gedurende 1 seconde leg me 16,3 af. Dus dat is niet correct, want eigenlijk moet het 19 centimeter zijn per seconde en geen 16,3. Goed, dat is een ander. We hebben dan een omgekeerd verhaal hier onderaan, onder dat rood hier. Hoeveel RPM hebben we dan nodig? Eigenlijk, welk toerental hebben we nodig om effectief die 19 centimeter per seconde te kunnen verplaatsen hier? Ja, dus dat is eigenlijk een omgekeerde situatie. Dus dat is eigenlijk die 19 mal de omtrek van de as, eigenlijk die 1,9. Dan kom je eigenlijk op 10 omwentelingen. En als je dat vermenigvuldigt met die verhouding, eigenlijk die hier staat, die 2,5 daar. Wacht even, 10 omwentelingen, ja, maar 2,5 zeg wel, is eigenlijk 25 omwentelingen per seconde. En we praten hier dus over 1 minuut. En dus 25, dus omdat we hier hebben, wat betreft die hoofdmotor, spreken we over toeren per minuut. Dat is de reden dat ik er nog een keer die 60 seconden, dus maar al 60 doe eigenlijk. Dan heb je dus 1500 toeren per excuseer, 1500 toeren per minuut. Tegenover dat we eigenlijk bovenaan zien dat we rond de 1287, laten we zeggen 1300 toeren dan, want hier is iets meer, daar is minder, allee, pak je 1300 toeren dan. En we moeten eigenlijk 1500 toeren hebben. Er is een verschil van 200 toeren per minuut dat ik hier eigenlijk tekort kom. Dat is ook de reden dat hij zo speelt. Zit, we hebben hier 200 toeren tekort. En nu vraag ik me af, ja, hoe kunnen we dat hier oplossen, dat probleem? Ik heb hier vastgesteld dat er zitten hier diverse condensatoren in. Dus het zit erin voor de wielmotoren. Hierin, de wielmotor. Deze is er ook voor de wielmotor, deze daar. En dat is hier voor die kapstandmotor, die daar. Dat zijn allemaal dubbele condensatoren eigenlijk. En als je kijkt, zit er een afwijking op, bijvoorbeeld deze daar. Die 1 microfarad plus 4 microfarad zou moeten zijn. Dan heb je dus 1,...
25, heb ik niet vergis, en 4,8. Dus we zitten hier met een variatie van een 20%. Ik heb een hypothese zo van 20% variatie. Ja, dat heeft natuurlijk ook, dat is ook bepalend voor de snelheid van die motor uiteraard. Maar stel ik je voor, dat als we weten dat we hier 1500 toeren nodig hebben en we hebben er eigenlijk maar 1300, of een kleine 1300, we gaan een keer bij die 1300 20% doen, hè. We gaan dan een keer berekenen en een keer zien. Dus wat dat eigenlijk aan die condensator zou kunnen te wijten zijn, of is dat een valse hypothese? Ik weet het ook niet, maar ik ga in ieder geval toch een keer een poging doen. Dus wat zeggen we? 1300 maal 1,2 bijvoorbeeld, is dus 1560 toeren. Zouden we dan iets boven moeten zijn? Maar ja, dat is ook zeer relatief. Het is een condensator, hè? Maar we zijn al in een redelijke goede richting om dat toerental te behouden, of juist te krijgen. Met dat die condensator in een microfarad is en geen 1,2. Dus is dat nu een foute stelling dat ik heb? Ik stel me de vraag, hoe wordt dat toerental hier in stand gehouden eigenlijk? Uiteindelijk is en ook warm en koud speelt ook nog een factor in het verhaal hier. Door het feit dat er geen toerenregelaar in zit. En wie kan er me meer uitsleutel over geven? Ik had daar graag iets over geweten, want ze zijn nooit oud en wijs genoeg eigenlijk om ze natuurlijk zaken bij te leren. Dus, maar u kunt dus wat dat betreft uw bemerkingen hier onderaan deze video, onderaan deze YouTube video, als u ingelogd bent, weliswaar, kan u daar uw bemerking plaatsen, want ik had graag ook geweten hoe dat hier in elkaar zit, hier in dat geval. Want ik vind dat die toerentallen nogal fluctueren in functie van temperatuur en dergelijke. Dus als u mij kunt helpen, dus doe maar. Hè. Ik dank u voor het kijken en tot de volgende. Bye!